Hartelijk welkom bij weer een video over 3D-printen. In dit geval gaan we, zoals beloofd, aan de gang met de Anycubic Photon Mono. En ik heb sinds die binnen is gekomen, dat was ergens vorige week, alleen de zaken opgezet, maar nog niet zeg maar geïnstalleerd en gecalibreerd. En daar wil ik eigenlijk mee gaan beginnen. Ik wil hem gaan kalibreren. Ik wil hem gaan vullen. Ik wil ook de was en cure zover in orde maken. Dat wil zeggen vullen met alcohol en dat soort dingen meer. En ik wil een eerste print gaan starten. Nu is het zo, en dat zeg ik van tevoren alvast er even bij. Ik gebruik geen Anycubic Resin. Ik gebruik Resin van LEGO. En dat is eigenlijk een beetje een soort gelijkmerk als Anycubic. Dus ik hoop dat het goed gaat. Want natuurlijk zijn de settings die op dat model wat ik ga printen, die dus op de USB-stick is meegekomen, die settings zijn gerelateerd aan Anycubic materiaal en niet aan LEGO materiaal. Nou, we gaan zien hoe dat gaat lopen. We gaan beginnen met de calibratie. Daarvoor ga ik even de video anders opstellen. En proberen om dat zoveel mogelijk inzichtelijk te maken. Dat is best lastig, want ik kan je niet dichtbij houden. We gaan het zien. Nou, komt die dan. Zo, hier staat hij, de Anycubic Photon Mono. Er is ook een Photon Mono X. Is iets groter, iets sneller, maar de prijs is ook 3 keer zoveel en vandaar dat ik daar niet voor gekozen heb. Nou, begint het hele verhaal met, we hebben natuurlijk een zaak opgebouwd, de stekker in het stopcontact gedaan, aan de achterzijde overigens. Aan- en uitknop zit hier aan de zijkant. Daar kan ook de USB-stick straks in. Gaan we nog niet doen. We gaan eerst de calibratie en in die calibratie, daar er is een handleiding mee gestuurd en dat is dan ook wat we gaan gebruiken. Het begint met assembly en leveling instructions. Alle accessoires verwijderen uit de verpakking. Dan de stroomstekker in het stopcontact doen. En de power switch aanzetten. Nou, dat gaan we doen. Die zit dus hier aan de zijkant. Het is de eerste keer dat ik hem aanzet. Daar gaat hij. Ik vind het een beetje een apart knopje, maar oké. We zien ook dat het display aangaat. En dat is precies het plaatje zoals we dat hier hebben. We tikken op tools. We tikken op, beetje raar, het plaatje gaat zo, dus je zou zeggen 1, 2, 3, 4, maar in dit geval 1, 2, 3, 4. Mono, move Z, sorry, niet mono, maar move Z. Hij reageert heel snel op je vinger, moet ik zeggen. Het is dus een echt goed LCD-scherm. Je zet hem op 10 mm. En je beweegt hem omhoog. En je ziet dat hij omhoog gaat. Goed. Ik ga de kap eraf halen. Want die heb ik natuurlijk eventjes nog niet nodig. Dus ik zet hem aan de kant. Ik haal ook de het resinvat. Dus de tank, zeg maar, haal ik eruit. Die draai ik los. Daar zit overigens op dit moment een afdekkap op die ik geprint heb. Die is niet helemaal gelukt, maar daar lig ik eigenlijk niet zo wakker van. En het vervelende ervan is dat ik dan één kant helemaal los moet draaien. En dat doe ik dan dus ook. Zo, die is eraf. Kan die er weer in, een stuk. Nou, die kap die leg ik even aan de zijkant. Die heb ik niet nodig. En ik haal het vat eruit met de FEP sheet hierin. Ik zie er nu al vingerafdrukken op, dus ik ben er al met mijn vinger aan geweest. Even kijken waar. Nou ja, dat zien we later wel. Ook die zet ik even aan de kant. Dan doe ik maar even op zijn kopje, anders ligt hij met het plastic op het bureau. Dan vraagt hij van om de 4 inbusschroeven die op de printplaat zitten los te schroeven. Nou, dat gaan we doen. Daarvoor moet ik even een inbussleutel hebben. En die zat, als het goed is, bij het pakket. En dan moet ik alleen even kijken welke nou de goede doos was. Volgens mij is dat de grote doos die ik hier heb. Dus bij de accessoires zaten ook inbussleutels.
Daar zijn ze. En die ga ik eventjes tevoorschijn halen. Het doosje zet ik onder het bureau. En dit is volgens mij de grootste inbussleutel als het gaat om de maat. Dan gaan we die losdraaien. Wat we namelijk moeten doen, we moeten net als bij een gewone 3D printer, we moeten hem namelijk een bedleveling geven. Even. Zo. Even uit de focus, want anders kan ik geen kracht zetten. Andere kant hetzelfde. En ook daar. En nu zou die, ja, hier, hij zit los. Ietsjes losser draaien. Zo. Dan zit er aan de onderkant nog een sheetje plastic. Die halen we eraf. En die gooien we netjes weg. Dan moeten we het printplatform volgens de handleiding op de houder hier monteren. Nou, dat is maar op één manier mogelijk. Zo, er zit namelijk een uitsparing in. En die valt onder de schroef. Zo, daar zit die. En we draaien de schroef dicht. Nou, dat doen we. Zo. Even kijken. Ja, helemaal voor elkaar. Gaan we naar de volgende pagina. Overigens is die handleiding, de ene kant is Chinees en de andere kant is Engels. Dus je kunt dit keurig in het Engels lezen. We gaan naar pagina 2 van de 3 pagina's van dit stuk. Plaats het leveling paper. Die heb ik hier liggen. Gaan we even doen. Het leveling paper. Zo. Onder de beeldplate. En dan klikken we op de home button op het touchscreen. Dat is het huisje. Goed zo. Oké. Hij zal automatisch stoppen, nou dat doet hij ook. Dan drukken we met de vinger op de top op de platform. Rustig, en dan gaan we de 4 schroeven vastzetten. Dus, rustig hierop drukken. En de 4 schroeven vastzetten. Eén. Doe het kruislinks. Vast wel eens gedaan. Twee. Drie. En dan hebben we er nog één. En dat is deze. Oké. Dat hebben we ook gedaan. Even kijken. Ga naar de tools. Nou, daar zijn we al, dus we gaan even eentje terug. De tools. Klik op Z is 0. Hij vraagt ja, is dat enter? En we zeggen setting oké. Okay. Enter. Nou, dan kunnen we het papier eruit halen. En daarmee is de bedleveling volgens het systeem gedaan. En daar toch nog wel wat twijfelachtig over. Maar we laten het zo zitten.
Ik heb namelijk in filmpjes gezien dat je zeg maar dat papier weer een stukje moet kunnen bewegen. Maar ik doe het eigenlijk gewoon zoals het hier staat. Plaats het papier op de curing screen, dat is dat zwarte scherm hieronder. Dan klik op het huisje. Dan gaat de Z-axis naar beneden. Hij stopt automatisch. Op top van het platform met je vinger een beetje naar beneden houden en dan de vier schroeven dichtmaken. Dan de slot Z0, enter, enter, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Oké, we gaan naar Detection on the Screen. Dat is deze. En daar mogen we kiezen voor een van de vormen. We kiezen de linker, net zoals we dat hier doen. We mogen een aantal secondes ingeven. Hij staat op 6. En we klikken op Next. En dan moeten we eigenlijk die UV-verlichting aan zien gaan. Oh, wacht. Ik denk dat ik de verkeerde ding aangeklikt had. En dan zien we inderdaad. Ik weet niet, dat kunnen jullie misschien niet zien. Maar dit wat je hier ziet, dit plaatje, dat zie ik daar ook gebeuren. En het is 6 seconden geweest. En dat was het. Oké, we gaan terug. En nu vraagt hij install het resinvat. Nou, dat gaan we doen. Dat is deze. In het resinvat zitten ook maatjes zeg maar, met hoeveel aan resin je erin moet doen. Kijk, op het moment dat jij iets gaat slicen in die slice software, dan kun je te zien krijgen hoeveel van de resin die gaat gebruiken. En daar kun je dus een heel klein beetje hier aan die maatjes aflezen van hoeveel moet je erin doen en hoeveel zit er op dat moment in. We plaatsen het resinvat. En dat draaien we dicht. Zo. En nou gaan we een model printen. Ja, dit is leuk, maar dan moeten we moeten natuurlijk eerst resin erin doen. Even kijken hoe ze dat hier al gedaan hebben. Even kijken. Ze zeggen inzetten USB memory in de machine. De testfile test PWMO. Het zijn dus PWMO-bestanden. Has been saved to the USB memory. En vanaf dat moment gaan we een masker en handschoentjes dragen. Dus ik ga dit ding plaatsen. Ik realiseer me nog iets. En daar ga ik heel eventjes naar kijken. De language staat natuurlijk goed. Even kijken. Want je moet namelijk instellen, heb ik gelezen in de handleiding, dat die reageert op die sticker die op die bak zit die er overheen komt. Zeg maar dat die dan dus niet gaat printen op het moment dat je die bak er niet op hebt zitten. En dat wil ik eigenlijk wel graag. Dus dat moet ik even zien waar ik dat moet doen. Hoe was dat ook alweer? Nu is het door detection enabled. Oké, prima. Ja, oké, dat is goed. Dus we gaan nu de USB-stick plaatsen. Ik moet heel even om het hoekje kijken. Ik hoop dat je het niet erg vindt, maar ik moet even. Zo. USB-stick erin. Kunnen we alvast even bij de printbestand kijken of die hem ziet? Ja. Er staan overigens twee dingen op, voor alle duidelijkheid. Dat is het bestand wat ik nu ga printen. Dat is helemaal al geslijst en met alle instellingen erop en eraan. En daar zit, en dat is heel interessant, dat ga ik ook doen. Alleen nog niet nu, want dat maakt eigenlijk nog niet zoveel uit. Dat is een RERF-bestand. Die laatste RF staat voor een rangefinder. Dit moet je vergelijken met een FDM-printer, waarbij je zeg maar verschillende calibratiezaken kunt printen. Bijvoorbeeld Benchy is een calibratiezaak. Hè? Dus als een Benchy er niet goed uitkomt, dan heb je ergens settings niet goed staan, zo op die manier. Nou, die RERF, dat is een bestand. Dat print 8 keer hetzelfde object met sommige hele moeilijke dingen erop. En jij moet dan, en dat doe je dus per resinsoort. Dus in dit geval bij die Anycubic die ik, of die Allego die ik heb. En dan gaat hij op basis daarvan gaat hij laten zien van welke van de 8 is nou, geeft nou het beste resultaat om het dichtst in de buurt te komen van de settings die jij eigenlijk zou moeten gebruiken. Oké, nou goed, wat we gaan doen. Ik ga handschoenen pakken.
Er zaten wat handschoenen bijgeleverd. En die ga ik erbij halen, want die heb ik nodig. Dit zal geen extreem grote print zijn. Dus ik ga hem ook niet extreem vullen met resin. Nou, ze hebben geen zin om eruit te komen, die handschoentjes. Dat is één handschoentje. En dat zijn twee handschoentjes. Je had al gezien, ik had een hele doos met handschoenen gekocht. Maar ik maak eerst maar eens op wat zij leveren natuurlijk. Dat is misschien wel zo prettig. Oké, dit leg ik aan de kant. Ik heb een mondkapje nodig. Nou, ook dat gaan we gebruiken. Mondkapje op. Mogelijk ben ik dus even een poosje slechter te horen. En ik ga nu de resin erbij halen. Standaard fotopolymeer resin gray, wat ik besteld had. Nou, vanaf dit moment heb ik een mondkapje op en ik ga handschoentjes aandoen. Chinezen hebben standaard kleine handjes, maar ik moet zeggen, dit valt mee, al is deze handschoen al beschadigd. Maar goed, het valt mee. En dus draag ik ze gewoon. Ik heb geen camera opgesteld waarmee ik hem kan volgen. Laat ik dat wel even duidelijk stellen. En dan ga ik eerst maar eens even de verpakking openmaken van die resin. Mijn mesje is ook niet al te scherp meer. Zo. En dan staat daarop shake the bottle before use. Oké, gaan we doen. Ja, nu komt natuurlijk het gevaarlijkste. Ik doe dat boven die plaat. Nu gaan we de resin erin gieten. Probeer dat te doen dat u het kunt zien. En ik heb zo'n vermoeden dat dit voldoende gaat zijn. Even een papieren wipe erbij pakken. Zodat ik die buitenkant van die fles kan schoonmaken. Dat is altijd wat een beetje spil. Maak de fles dicht. Ik plaats hem op een donkere plek. Allerlei redenen voor om dat te doen. Nou, ga ik de kap erop doen. Zo, even kijken wat ik nu in de handleiding nog fout doe of niet fout doe. Ja, put the cover on and click op print to choose the model to print. Ja, dat is heel gemakkelijk. Oké, dit is eigenlijk alles wat we gaan doen. We gaan print drukken. En dat is dan de middelste, dat is die. En daar gaat die. Ik heb dus geen settings gedaan, want die zitten dus in de file opgesloten, net als dat het bij 3D printen is. En dan praat ik over FDM printen. En dan is het zo dat die de eerste paar lagen, die gaan langer duren, die hebben langer tijd nodig. En later gaat het sneller. Hieronder zullen we zien wat die aan het printen is. Dit is de voet van het object wat die gaat printen op dit moment. Nou, ik ga hem zijn werk laten doen. Ik kom er later terug bij het resultaat. Dit is nu eigenlijk chemisch afval vanwege dat hele kleine beetje wat erop zit. Dit moet bij het chemische afval worden afgevoerd. De handschoenen kan ik nog gebruiken, want ik heb niks geknoeid. Dus die ga ik afdoen. En we gaan elkaar straks terugzien als ik met het resultaat kan laten zien en het schoonmaken van het vat en dergelijke. Tot straks. Zo, even een stukje tussendoor. Het stukje wat we tussendoor gaan doen is eigenlijk al onze wash and cure in orde maken. Straks om
datgene wat we gaan printen te wassen. Dat wassen kan op twee manieren straks. Je kan datgene wat je geprint hebt al van de beeldplaat afhalen. En dat in het mandje doen wat straks in die container voor de alcohol zit. Ik zal dat zo meteen laten zien. Maar je kan straks ook dat hele printbed als het ware daarin hangen. En ik denk dat dat mijn voorkeur heeft in eerste instantie. Dat moeten we dan vervolgens met alcohol gaan vullen. En zoveel dat het eigenlijk boven dat printbed uitkomt. Want op die manier wordt ook dat printbed naar mijn mening geschoond. Dat is mijn idee daarover. Dus ik ga dat op die manier doen. En we moeten in die wash and cure, want dat is straks later ook de cure, dus het heel proces. Er ligt zo'n zilverkleurige plaat onderin en die moet eruit als we dat gaan doen. Nou, wat ga ik doen? Ik ga dus die wash and cure openmaken. Deze onderdelen heb ik op dit moment niet nodig, ga ik aan de zijkant leggen. Ook daarvan dus de klep afhalen. Die zet ik aan de zijkant. Overigens zie je op dit moment ook de printer aan het werk. Zo, ik zal heel eventjes... Oh ja, het is wel te zien. Ja. Die metaalkleurige plaat die ligt op dit moment erop. Die haal ik eraf. Daar zit overigens nog een beschermfolie op allebei de kanten volgens mij. Maar in elk geval aan één van de twee kanten. En die gaat er pas af wanneer ik die wash and cure ga gebruiken later. Maar die leg ik dus aan de kant, want die heb ik bij het curen nodig en niet bij het wassen. Dan ga ik die container openmaken. Ik pak hem er even af, zodat ik de printer niet verstoor. Pas op dat als je hem... gevuld hebt, dat je hem daarna ook steeds weer keurig luchtdicht afsluit, want alcohol vervliegt nu eenmaal in de lucht. En dan zien we hier dat mandje in zitten. En hier bovenop zit een rekje en daar kan je later dat printbed op leggen. Dat betekent dat die ook tot minimaal tot hier met alcohol gevuld moet worden. En we zien hier die maataangelegenheid hierin. Dus ik moet hem er even inzetten. En dan zien we dat als ik hem nou vul met 2,5 liter, dan heb ik voor deze procedure voldoende. Ik zeg er even bij, stel dat je hele grote objecten gaat printen, daar is dat andere metalen plaatje voor. Ik pak het er ook weer even bij. Dat is deze. En die ga je dan daarop plaatsen. Dan moet ik even kijken. Ja, daarvoor zit in de houder, ik weet niet of je dat kan zien, zitten deze uitsparingjes. En dan ga je die daarin plaatsen. En dan kan die daarop liggen, dus dan ligt die hoger. Maar dan zie je al dat die zeg maar zo hoog komt dat je 3,5 liter nodig hebt. Maar voor nu is dat dus niet nodig. 2,5 liter is voldoende op dit moment. Dus ik leg die metalen extra houder leg ik weg, want die heb ik op dit moment niet nodig. En dan ga ik alcohol erbij halen. Ik weet niet of je de unboxing video hebt gezien, maar ik heb 6 liter alcohol besteld. Dit is de eerste. En die ga ik erin doen. Maar dat ga ik doen met handschoenen en met mondkapje op. Dus ik ga weer mondkapje op doen. Handschoentjes aan. Simpelweg jezelf aanleren. Te proberen veilig te werken. Ja, we werken genoeg met alcohol in het FDM-printen, maar niet met deze hoeveelheden. En vandaar dat ik daar toch voor kies om dan maar handschoenen aan te doen. Heel vaak zul je ook gaan printen met supports in zo'n SLA-printer. Die supports die verwijder je eigenlijk tussen het schoonmaakproces, dus het proces van deze container, en het proces van het hele, het curen. Dat gebeurt er straks met UV-verlichting. Dat zijn deze lampjes die je hier ziet, dit is de UV-verlichting. Dit is overigens een object zonder support, dit is een testobject. Ik hoop dat het lukt, ik heb geen idee, we zullen het zien. Dus tussen het moment van wassen en curen, nu je de maagsproken support verwijderen, zit er dus nu niet op. Nou ja, wat ik wel moet doen in die tussentijd is tussen dat wassen en dat curen is het object van het printbed halen. Nou, ik ga de fles met alcohol openmaken, dat is de eerste fles. En die ga ik hier ingieten.
Nou, als je slokje wil, dan zet het maar. Die gaat aan de kant als de eerste. Pak ik nummertje 2. Hier gaan we later ook nog een video over zien, maar niet in dit geval. Want dat alcohol gaat vervuilen door dat wassen van die resin. Maar ja, om nou elke 30 prints een hele nieuwe voorraad van alcohol erin te gaan douwen, gaan we ook proberen om die alcohol tussendoor schoon te maken. Maar dat doen we niet na elke print, dus dat gaan we nu nog niet doen. Maar dat gaan we wel proberen. En dan de laatste, de halve liter van deze. Iets meer bij. Zo, ik vind het mooi zo. 2,5 liter. Goed zo, die gaat dicht. Die zet ik alvast hierop. Want dat is waar die straks gebruikt gaat worden. Maar in de tussentijd sluit ik hem wel luchtdicht af. Zo, alvast even de container eroverheen. Hoeft in dit geval trouwens niet. Maar doe het wel even, dan staat hij niet in de weg. Voorbereid dus voor straks. Ik moet hem alleen nog aanzetten en dergelijke, maar dat ga ik niet nu doen. Dat doen we later wel. Dit gaat nog ruim 3,5 uur duren. Ik weet niet of je het zien kunt. Hij trekt hem omhoog en dan gaat hij naar beneden. Hij trekt hem omhoog en dan gaat hij naar beneden. En wat er nou gebeurt is dat tussen dat printbed en die... Dat UV-scherm dat eronder zit, daar wordt er steeds een laagje toegevoegd aan de print. Dus op dit moment zien we nog echt niet wat het wordt. Dat gaan we pas later zien. Nou, tot straks. Je hoort hier ook het geluid in real time. Dat is eigenlijk bijna nihil. Hij is bijzonder geruisloos. En vooralsnog ziet de print er goed uit. We kijken straks verder. Zo, de print is klaar. Ik heb de kap er nog niet vanaf gehaald, want het eerste wat we gaan doen is natuurlijk handschoentjes aan. En mondkapje op. Dus daar ga ik mee beginnen. Even kijken. Handschoentjes aan. Ondertussen pak ik ook even een doekje. Voor het eventueel druppelen van de resin. Onder eventjes. Dat ga ik hier tussen leggen. Zo. Nou had ik de vorige keer bij het printen een objectje geprint. Wat onder andere voor het druppelen van het uitdruppelen van de resin is. Dus wat ik nu ga doen. Hij vraagt mij om enter te drukken. Dat doe ik. Zo. Nu kan ik de kap eraf halen. Zo, en ik ruik zelfs de lucht al door mijn mondkapje heen. Zo'n lucht geeft dat af. Ik draai de hierboven los de, het printbed. Die schuif ik er vanaf en die hou ik even hierboven. En ondertussen schuif ik de nieuwe erop. Eventjes. En hang vervolgens hier mijn printbed even op, zodat die eventueel kan afdruppelen. Ondertussen ga ik mijn washing station aanzetten. Oh ja, dan moet ik natuurlijk wel ook de stroom activeren. Dat is ook wel een aardige.
En daar gaat hij. Hij staat op dit moment, het rode lampje brandt op wash. Als ik het cure effect wil doen, dan moet ik op de knop drukken en dan gaat hij naar beneden. Maar we gaan de wash functie in eerste instantie gebruiken. Maar ik laat hem eerst even uitdruppelen. Want als je goed kijkt, ik weet niet of je dat kan zien, maar hierboven zie je in feite al de resin er al afdruppelen. Dus met andere woorden, dat laat ik eerst even gebeuren. Ondertussen haal ik de kap af van de wash station. Die zet ik ook even apart. En wat ik ook kan doen is alvast de USB-stick eruit halen. Zo. En de resin printer uitzetten. Want ik hoef niets meer te met de resin zelf te doen als alleen maar het schoonmaakwerk. Daar hebben we ook wat onderdeeltjes voor nodig. Dat kan ik nu alvast zeggen. Ik pak ze er alvast bij. Het eerste is een trechtertje. En het tweede is een plastic spatel. En mijn zelfgemaakte trechter. Mijn 3D geprinte trechter. Want die dient als makkelijkere manier om op te vangen, zeg maar. Nou, dat gaan we zo zien. Een beetje vanwege zo'n vorm niet helemaal lekker, maar minder belangrijk. Gaat erom dat als we het erin gieten, dat hij dan gaat hij door het gewicht vanzelf naar beneden natuurlijk. En wat we daarmee doen zometeen, is dat vervolgens gieten in de fles met resin, zeg maar. Dus de restfles, als het ware. Maar dat doe ik pas op het moment dat ik, zeg maar, het geprinte object heb gehangen in de alcohol. Oké. Nou, hij is heel en heen uitgedruppeld. Kan natuurlijk heel eventjes, want dit wordt sowieso voor resin gebruikt. Hier een druppeltje gered. Nog wat. Waarom doen we dit nu? Enerzijds om het schoon te houden en anderzijds resin is duur. En dus handig om dat te saven. Ik ga de bak openmaken van de alcohol. Die zit stevig vast iedere keer. Dan ga ik het geprinte object met zijn bed en al daarin hangen. Zo. Doe vervolgens de kap er weer op. Sorry, ik had mijn telefoonhoesje erbij. Mijn excuus. En in principe hoeven we met de alcohol niks te doen. Ik ga hem nu een aantal minuten geven. Ik ga hem 4 minuten geven. En ik druk de knop om hem te gaan laten schoonmaken. In de tussentijd pak ik de fles met de resin. Die draai ik open. Maak vervolgens de tank los. Zo. Pak nu mijn trechter. Bovenin die resinfles. Even wat ruimte maken. En daar gaan we. Laten we het even leeglopen. Je ziet, er loopt nogal wat uit. Wat je ook ziet bij de wash and cure is dat hij na een minuut gaat het vliegwiel de andere kant op draaien. Simpelweg om een goede rotatie te krijgen in die alcohol. De resin drupt nog steeds keurig uit.
We kunnen een heel klein beetje met de spatel de resin eruit schuiven. Pas op dat je die FEP die hierin zit, dat is dat plastic wat erin zit, dat je dat niet kapot maakt. Want dat is natuurlijk wel heel vervelend als dat gebeurt. Zo, wat mij betreft voldoende gered. Dan pak ik om te beginnen, ik doe even die spatel daarin leggen. Ja, pak een doekje. En begin met het schoonmaken van die spatel. Zo, en ik zei al, dit is chemisch afval, dus dit moet apart ontzorgd worden. Nou, die hebben we schoongemaakt. En ondertussen de trechter laat ik er nog even in staan. Gaan we die tank schoonmaken en ook dat met zo'n plastic, met zo'n papieren doekje. En als het doekje niet schoon genoeg is, pak je een nieuw doekje. Dat ga ik nu dan ook doen. Sorry dat ik tegen de camera aankwam. En om dat nog even iets beter gaan schoon te maken, pakken we die spuitbus die ik gemaakt heb. En daar heb ik lekker verzuimd om alcohol in te doen. Dus dat ga ik eerst doen. Eventjes die FEP apart zetten, hierachter. Dan pak ik de spuitbus die ik gekocht heb. En die ga ik vullen met alcohol. Even heel voorzichtig doen natuurlijk. Dat was ik straks vergeten. Voor nu denk ik voldoende. Nou, het wassen is ook klaar. Je hoort hem piepen. Maar ik ga toch eerst eventjes die FVP schoonmaken. Dus ik pak die FVP weer. Met die tank. En ik ga wat alcohol erin spuiten. Pakken een nieuw doekje en gaan dat nu vervolgens schoonmaken. Het is maar goed dat alcohol ook zeg maar in lucht oplost. Probeer zoveel mogelijk ook de restjes van de resin eruit te krijgen. Waarom? Kijk, ga je het nou de volgende keer gebruiken en er zouden hier resten in zitten, dan kan het heel goed zijn dat die resten door die UV ook weer gecured worden en dus hard worden. Dat kan. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Ik pak nog een laatste nieuwe. En dan ben ik waar ik moet zijn. Ja. Oké. Okay. Mijn tankje kan weer op de plek waar die hoort te staan. Even vast, nou nog niet vastdraaien, want ik wil mijn plaat daarop maken zometeen. Ondertussen ga ik ook de resin fles dichtmaken en weer opruimen, want het geeft een verschrikkelijke lucht. Even kijken, we hebben hier nog die dat filter. Nou, die filters die zijn best duur, dus daar pas ik ook een beetje op met zomaar weggooien. Ja, en ook dit is dan weer schoon te maken in principe gewoon met alcohol. Ik moet een beetje oppassen. Zo, klein beetje alcohol erin. Nog één tissue erbij.
Misschien snap je nu waarom het zo'n smerig werkje is. Ik ga overigens een apart meubeltje kopen hoor, voor deze printer, want het is op deze manier eigenlijk een beetje te wild hier. Het is een beetje door mijn trechtertje wat te klein misschien gemaakt is, maar van de andere kant is dat ook weer niet erg. Zo. Trechter is weer klaar. Kan hem weer daar neerzetten. Zo, het papier gaan we zo meteen beneden ontzorgen. Onze spatel is voor elkaar. En wat overblijft is ons trechtertje. We kunnen inmiddels ook weer ons geprinte onderdeel om te laten drogen eruit halen. Prima. Gaan we nu de bak eraf halen met de alcohol. Die zet ik even daar neer. De trechter is toch nog even een vraag wat ik daarmee doe. Ik denk toch dat ik hem weggooi. Want ik heb er een paar en ik heb er een aantal besteld in China. Dus dat is op zich ook nog niet zo erg. Oké. Gaan we openmaken. Zo. En dan gaan we ons geprinte object eruit halen. Ik zet hem eventjes zo erbovenop, zodat hij kan druppelen. Ondertussen ga ik het CureStation klaarmaken. En dat doen we door het plastic van een van de twee kanten af te halen. Zo. Dat leggen we op dat curing station. En dan hebben we die plastic plaat. En die gaat daar ook op passen. Zo. Inmiddels gaan we hem ook overzetten naar cure. En nu komt het moment dat we de print van het printbed gaan afhalen. Nu pakken we de metalen spatel. Die erbij zit. En daar gaan we dat mee doen. Nou, hij druppelt nog steeds een beetje. Niet erg, we gaan hem ernaast leggen. Ondertussen sluiten we ook gelijk de alcoholcontainer. Die zet ik weg. Dat doe ik op de grond plaatsen hier. Daar kan het geen kwaad. Nu gaan we het geprinte object eraf halen met de spatel. Een beetje oppassen dat je dat een beetje netjes doet. En dat is hij al. Mooi. Hier hebben we alleen maar te maken met alcohol. Dus dit is geen resin. Hier hoeven we ons niet al te druk over te maken. Nu plaatsen we dat geprinte object in het midden op die draaiplaat. We pakken de deksel. Plaatsen we eroverheen. Die is in dit geval nodig. We gaan hem weer op 4 minuten zetten. Dan gaat hij piepen. Ik heb geen idee waarom. Nou, laat hem even staan. Ik weet niet wat de reden daarvan is. Ondertussen ga ik mijn beeldplaat schoonmaken. Die is nu in de alcohol geweest, dus daar zit eigenlijk geen viezigheid meer op. En ik heb zo'n voorgevoel waarom die piept. Je zag hem ook al even aangaan. Maar ik moet het nog even uitvinden. Dus even wachten. Even dit erin plaatsen. Zo. En even de kap erop. Zou het zo zijn dat ik hem verkeerd om?
En dit is wel de kap van deze. De kap stond niet helemaal goed erop, dat zie je al. En nu is hij bezig met het kuren. En eigenlijk kan ik nu ook rustig mijn handschoentjes uitdoen. Want als die gekuurd is, is het eigenlijk het kant-en-klare object wat je geprint hebt. Dus dat ga ik even doen, want je krijgt er enorme zweethandjes van. Hier is nog steeds geen plastic op geweest, geen resin. Dus ik blijf dat lekker bewaren. Als er geen resin op gezeten heeft, dan is het eigenlijk weer opnieuw te gebruiken. Zo. Mondkapje af. We gaan die hadden we al uitgezet, hè, de printer. Dat hebben we al gedaan. We pakken het hele doekje bij elkaar. Dit is eigenlijk chemisch afval in dit geval. Dat gaan we straks ontzorgen. Dit is de laatste act. De laatste paar minuten. Hij is aan het curen. En je kunt dat ook zien. Je ziet hem heen en weer, je ziet hem draaien. Je ziet hem niet curen. Maar het is het proces waarbij middels UV-licht het laatste restje wat aan de buitenkant zat. Het beetje wat er afdruppelde enzovoorts. Waarmee dat schoongemaakt wordt. Dat is wat het is. Ik heb de indruk dat ik mijn FVP nog niet 100% schoon had. Dus ik ga toch nog Het ziet er redelijk goed uit. Hier zit niks op. En wat ik nog ging doen, ik ging nog die plaat eroverheen doen. Daarvoor moet ik de één kant helemaal uitdraaien. Zo. Nu kan de kap er weer op. Ik ga hem nog 1 minuutje extra geven, want ik wilde hem 4 geven, maar door het probleem dat hij niet aan wilde, heb ik hem op 3 gezet, zoals je misschien kunt herinneren. Dus ik geef hem nog 1 minuutje extra. En dit is het laatste. Inmiddels heb ik mijn spulletjes opgeruimd. Alles is netjes. En dat is natuurlijk de bedoeling als je met dit soort spulletjes werkt. De lucht is ook al een beetje weg weer hier. Doordat we ook met alcohol en zo gewerkt hebben. Nog 30 seconden. En dan gaan we het resultaat zien. Nou, bijna klaar. Het is een mooi gezicht, hè, die UV-lampen. En dat was hem. We gaan hem eruit halen. Ondertussen ga ik hem ook uitzetten. Kap eraf. Het object eraf. En ik bedenk mij eigenlijk dat ik 1 klein foutje gemaakt heb, maar misschien valt het wel mee. Het was namelijk beter geweest, heb ik in al die video's gezien, als je uiteindelijk, op het moment dat hij dat alcoholbad gehad heeft, eerst hem echt had laten drogen en hem dan pas die cure te laten doen. Maar ik moet zeggen, het valt mee, dus hij was al een heel eind heen droog waarschijnlijk.
Ja, een klein beetje olifantsvoetje, dat krijg je standaard bij deze printers, heb ik begrepen. En je ziet, het is natuurlijk een prachtig object geworden. Ik hoop dat je het leuk vond. Volgende keer gaan we hier natuurlijk in verder, want dan moeten we ook zelf dingen gaan ontwerpen en met name die RERF-test gaan uitvoeren. Maar voor deze video, dit was het voor vandaag. Dankjewel en tot de volgende keer. Daag.